Wat hebben de Outlast DLC, Mario Kart 8 en Benji Bananas Adventure gemeen? Nee, eigenlijk helemaal niks, behalve dat ik tijdens het spelen deed het Holy Bananas schreeuw en dat ik ze bespreek in deze aflevering. Bijna iedereen is wel mee opgegroeid, Mario Kart. En elke keer vragen we ons weer af, wat is er dit keer bijgekomen? Mario Kart Wii had mij een beetje teleurgesteld, gewoon dat ik de besturing niet zo heel erg lekker vond en de motoren vond ik gewoon ontzettend stom. Daarom hoopte ik dat Mario Kart 8 mij weer ontzettend hooked kon maken aan het kleine mannetje in zijn karretje. In Mario Kart 8 kruip jij geheel in traditie achter het stuur van een kart. Aan jou vervolgens om als beste uit de bus te komen en als eerste te finishen. De racegame telt in totaal 30 speelbare personages en 32 circuits die alle afkomstig zijn uit Mario Games. Al racend verzamel jij punten waarmee je nieuwe onderdelen in het spel vrijspeelt. Nieuw in de game is de toevoeging van anti-gravity segmenten op de circuits. Deze zorgen ervoor dat je op sommige plekken tegen de muren op moet rijden om jezelf te verplaatsen. Mario Kart zou Mario Kart niet zijn zonder de nodige power-ups. Verspreid over de circuits kan je deze krachten verzamelen door tegen de blokken met vraagtekens aan te rijden. Wat je krijgt is altijd een verrassing, maar het komt je altijd ten goede. Hoe verder je achterop ligt, hoe krachtiger de power-up is. Zo maakt iedereen kans om als eerste over de finish te rijden. Mario Kart 8 is niet alleen het eerste deel in HD, maar is ook het eerste deel op de console waarmee je online kan. Het spel is namelijk voor het eerst alleen of met z'n tweeën online te spelen met maximaal 12 spelers. Tot slot is het mogelijk om je replays op te slaan en deze te delen via Mario Kart TV of YouTube. Uiteraard is de chaos pas compleet wanneer je de game met z'n vieren op de bank speelt. Mario Kart 8 is hier geen uitzondering op en biedt deze optie. Met z'n vieren kan je besluiten het tegen elkaar op te nemen in de cups of om elkaars ballonnen kapot proberen te schieten in de Battle Mode. Mario Kart 8 is exclusief verkrijgbaar voor de Wii U en is voor zowel jong als oud. Mario Kart 8 kon me eigenlijk al niet meer teleurstellen. Nintendo had namelijk al heel veel gelekt, dus je wist eigenlijk al wat je kon verwachten. En toch, op het moment dat je die gamepad in je handen hebt, word je echt verrast, want het ziet er zo mooi uit. Ik zou niet op je gamepad spelen, maar echt op je tv, want dan komen de banen nog meer op je af. En zeker het gedraai zorgt voor nog meer een desoriënteerd effect. Wel vond ik vreemd dat je in het water even hard rijdt als op de normale baan, maar hey, dat is maar een heel klein dingetje. Mario Kart 8 is gewoon echt weer helemaal terug en ik wil nog meer racen. De mobile game van deze keer gaat over een aap en heel veel bananen. Stiekem is het een kindergame, maar ik wil even kijken of slingeren nog net zo leuk is als vroeger. In Benji Bananas Adventure swing jij als een aap door de jungle. Het doel is om al swingend een zo groot mogelijke afstand te overbruggen en zoveel mogelijk bananen te verzamelen. Dit doe je met slechts één knop op het scherm. Houd je vinger op het scherm om Benji iets vast te laten houden en laat je vinger los om op het juiste moment hem te lanceren. Net zoals vele andere mobile games wordt je prestatie beoordeeld met 3 sterren, of in dit geval bananen. Voltooi een missie perfect en je ontvangt de maximale score. Het spel telt meer dan 100 verschillende levels, verspreid over uiteenlopende omgevingen. Benji Bananas Adventure is gratis te downloaden vanaf iTunes. Een Android-variant volgt later. Benji Bananas Adventure is echt een kindergame en zeker de eerste 20 levels zijn zo ontzettend makkelijk dat ze eigenlijk een beetje saai zijn. Maar als je volhoudt krijg je op een gegeven moment wel een wii-effect dat je zelf een beetje mee gaat slingeren, want je wil dat hij heel veel verder komt. Heel veel spannender wordt het eigenlijk niet, maar hey, het is gewoon even leuk vermaak tussendoor. Dus sla je kinderen van je telefoon of iPad af, zodat jij even wii kan slingeren. Je hebt het tijdens de stream zou kunnen zien, maar ik heb mijn longen eruit gegild bij Outlast. En ik hoopte dat het ook zou gebeuren bij de DLC, The Whistleblower. Zeker nu er heel veel andere horrorgames zijn die hetzelfde trucje doen. Ik wil gewoon weer die jumpscares hebben, dus ik was heel erg benieuwd naar The Whistleblower. We zullen zien of Red Barrels er iets van gemaakt heeft. Die. Outlast Whistleblower is de eerste uitbreiding van de in februari verschenen horror survival game Outlast. Deze DLC functioneert als proloog en maakt langzaam duidelijk waarom de uitbraak in het gekkenhuis heeft plaatsgevonden. Net zoals zijn voorganger kan je als speler in Whistleblower vrij weinig tot niets. Gewapend met een filmcamera verplaats jij je door het gebouw om het mysterie te ontrafelen.
Maar tussendoor word je opgejaagd door vreemde wezens en het is aan jou om de uitgang te vinden. Zodra je ontdekt bent, zit er voor jou niets anders op dan hard weg te rennen en jezelf te verstoppen. Aanvallen is geen optie. Je enige hulpmiddel is de camera waarmee je via de nachtmodus in het donker kan kijken. De uitbreiding is daardoor ouderwets griezelen. Whistleblower is nu als uitbreiding op Outlast verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PC. Wat is de whistleblower nasty? Op een goede manier. Ik wist wat ik kon verwachten natuurlijk, want Outlast had ook vol jumpscares en die zijn hier ook weer aanwezig. Maar er is een nieuw element. Cannibalisme. En sorry, ik word er misselijk van. Ook weer op een goede manier. Wel moet ik zeggen dat Graves is iets achteruit gegaan. Het bloed lijkt op ketchup, op een hele slechte manier. En de schaduw leidt hun eigen leven, ook op een slechte manier. Maar al met al, wanneer het licht uitgaat, koptelefoon op, zit je echt weer in die Outlast-vibe. Op een goede manier. Dat was het weer voor deze week, op een slechte manier. Volgende week zal ik kijken naar Watch Dogs, hopelijk op een goede manier. Ondertussen volg je ons op de welbekende sociale media. En blijf je even hangen voor nog meer Freshly Juiced. Tot volgende week. Meer te weten komen over Mario Kart 8? Bekijk dan nu onze uitgebreide video-review van het spel. Tot volgende week!